Waarom zijn jullie tot deze verbouwing overgegaan? Nou, omdat wij graag ruimtes wilden realiseren voor onze leerlingen om te kunnen werken in een omgeving die past bij datgene wat ze aan het doen zijn. We hebben een nieuw studium, dat is hierboven gerealiseerd. Dat is eigenlijk een, voor de leerlingen is het een studeerruimte waar ze zowel kunnen ontspannen, waar een bibliotheek in zit, waar een huiswerkklas in zit. Daarnaast, daaronder zijn twee gymzalen gerealiseerd. Ook is er in een andere vleugel een geheel nieuw technasium en een artium, dus waar de kunststroom gevestigd is. En dus zo zijn er veel nieuwe aspecten, zeg maar, in het oude gebouw bijeengebracht om toch op een eigen tijdse manier in dit mooie historische gebouw les te kunnen blijven geven. We hebben echt 2,5 jaar gebouwd en de hele voorbereiding, dat is ongeveer nog zo'n tijd erbij geweest, nog zo'n 2 jaar. En we hebben hiervoor gekozen om wel het onderwijsproces hier door te laten gaan in dit gebouw. En niet met de hele school ergens anders naartoe te gaan verhuizen. Dat is op zich is een hele operatie. Dan gaat de bouw wel sneller, maar het heeft ook heel veel nadelen. Dus we hebben ervoor gekozen om hier te blijven tijdens de verbouwing. En ondertussen noodgebouwen neergezet op het sportveld achter, zodat we steeds konden wisselen. Dat we een vleugel konden uithuizen, zodat we daar konden verbouwen. Dus het is een hele puzzel geweest, maar op die manier konden we wel hier les blijven geven. Nou, het is een gemeentelijk monument, hè? En met deze invulling in de oude gymzaal hebben we vrij willen houden van de zijwanden van het gemeentelijk monument. Zodat het monument in ere bewaard blijft. En zodat er toch vierkante meters bij komen zonder dat je het gebouw hoeft uit te breiden aan de buitenzijde. He, dus er is een tussenverdieping ingekomen waar het dramalokaal in zit. En daaronder kun je tekenen en handvaardigheid geven. En in die zwevende box, daar heeft het vak drama zijn onderkomen gevonden. Dus daar is een modern dramalokaal gerealiseerd. Waarin allerlei vormen van theater uitgevoerd kunnen worden en geoefend kan worden. Ja, De verbouwing aan zich was bedoeld om tot clustering te komen van soortgelijke vakken. Dus alle vakken die met elkaar te maken hebben, zouden bij elkaar in de buurt moeten liggen. Op die manier kun je realiseren dat er weinig geloop door het gebouw is. En dat er dus leerlingen niet iedere keer van de ene eind van de school 135 meter de andere kant op moeten. En dan krijg je dus heel veel onrust in het gebouw. Dus de soortgelijke vakken bij elkaar, clustering van vakken, maakt dat er meer rust in een gebouw komt. Er is heel erg gekeken naar de historie van het gebouw. Het is een gebouw uit 1926, een mooi markant gebouw. En ook de welstandscommissie heeft daar dan natuurlijk een mening over. Dus dan wordt er gekeken, wat mag je met zo'n gebouw doen? Dus er is ook echt gekeken naar de stenen. En dat kan je hier aan de achterkant ook zien. Dat dezelfde stenen zijn gebruikt, zowel bij de nieuwbouw, die dus bij het oude aan de andere zijde gewoon zichtbaar zijn. Dus daarmee maak je er echt één mooi geheel van. Rudy Klomp, hoe is het om in het boek van Metje Blaak je leven beschreven te zien? Dat is heel bijzonder. Als je het over Metje hebt, is het heel bijzonder. Het is niet de eerste keer dat het beschreven wordt. Want ik ben een type jongen wat dus heel vaak beschreven is door de kinderbescherming. En, dus er zijn heel veel rapporten geschreven. Dus wat dat betreft is er niks nieuws. Maar als het dus gaat over Metje, dan zeg ik dat is wel heel bijzonder en heel positief. En ook heel emotioneel. Hoe heet het boek? Het boek heet Het Gevecht en dan tussen haakjes Leven is Kunst. Nou ja, Rudy is dus bokser geweest en ook kampioen in Twente geweest. Maar ja, daar gaat het eigenlijk niet helemaal over. Het gevecht is eigenlijk het gevecht met het leven wat hij heeft gehad. Dus ik heb het gevecht genoemd. Een beetje een woordspeling omdat hij ook bokser was en zo. En hij heeft gevochten met het leven en leven is kunst. Laat ik het zo zeggen. Omdat ze dus echt de kern van iemands gevoel weer te raken.
Nou, Metje die kwam dus over de vloer in 1965. En toen kende ik haar niet. Toen kwam ze met een meisje. En toen, toen dacht ik, wat zijn dat voor meisjes? Weet je, er kwamen heel veel meisjes bij ons, bij mij over de vloer. En op een gegeven moment waren er gewoon twee bij. En dus voor mij was dat dus niet zo verbazingwekkend. Alleen dat ze dus de eerste keer kwamen. Nou, ik weet niet of ik een kunstenaar toen al was. Ik was toen meer een amateur die af en toe wel schilderde. En ik had gevaren. Dus ik zat niet in de kunstwereld. Maar ik kende wel heel veel kunstenaars. Hans Veeneman onder andere. En de jongen van Gierveld, Jan Gierveld. En Barentijs Voerman. En Han, nou ja, dus Willy Rombouts. Dus veel Almeloze kunstenaars. Hij had in zijn body een hart dat niet kwaad was, maar een hart dat kordaat was, een hart van medelijden smaad. Ik heb me zo ver kunnen ontwikkelen dat ik daar mijn gedachten in kwijt kon. Dat vond ik heel wat. He, dus als je een woordenschat hebt van 300 woorden als arbeidersjong. En je gaat dan naar een universiteit, dan krijg je een woordenschat van 3000, ik zeg maar wat. Maar met die 300 woorden kon ik in die beeldende kunst heel veel kwijt. En ik kon me in de beeldende kunst als beeldtaal en verbeelding ontwikkelen. Dat was wel heel belangrijk. Ik ben begonnen met Pindakaas. Het ging over al zijn vrouwen en zijn leven als kunstenaar. En de omgeving. Maar daarna werd ik geïnteresseerd in zijn moeder. Dat was dus een verzetsvrouw. Getrouwd met een meneer van de Waffen-SS. Die ze uiteindelijk direct verlaten heeft toen hij daar dus bij ging. Ja, daar ben ik me op een gegeven moment heel erg gaan voor interesseren. En toen het boek klaar was, toen werd ik dus heel vaak door mensen aangesproken. Die zeiden, hoe is het toch met die zoon? Die jongen heeft zoveel meegemaakt met zijn moeder die dan door de war was en zo. Toen denk ik, hé, ik ga ook een boek schrijven over Rudy. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ik heb ongeveer een stuk of 10 boeken geschreven, maar ook heel veel voorlichtingsboeken heb ik geschreven. Ja, ook een roman over de Maya's, ook wel. Maar die 3 boeken die ik de afgelopen tijd geschreven heb, dat zijn toch wel de boeken waar ik zelf heel veel plezier in heb gehad om ze te lezen. Ook heel veel emotie. En waar ik ook heel veel van mezelf heb leren kennen. Rudy en ik hadden heel veel raakvlakken. Rudy was ook een beetje iemand die zijn eigen gang ging. En ik dus ook. En doordat je eigen gang gaat, zijn er heel veel mensen die dat niet tolereren of niet begrijpen. En ja, dat hadden we dus allebei. Dus daar hadden we elkaar heel erg in gevonden. En ik ben er in zijn huid gekomen en soms had ik zoiets van, jeetje, het lijkt wel of het over mij gaat. De dames uit Staphorst die dit hier ingericht hebben, die ken ik al een aantal jaren. En toen kwam er in Staphorst een boek uit en dat heet Kleurrijk gedrukt. En dat ging over stipwerk. En toen heb ik de dames voorgesteld om dat hier naar Almelo te krijgen. Want in het boek stond ook nog dat het stipwerk oorspronkelijk uit Almelo komt. Het komt oorspronkelijk uit Almelo. Waar werd het dan gemaakt? Bij de gebroeders Spalten. En we hebben met het historisch informatiepunt in de bibliotheek, die hebben voor mij uitgezocht of er nog nazaten waren. En toen hebben we de heer Wulf ten Palte opgespoord en die doet dus ook mee met een kleine collectie. En daar zijn we heel benieuwd naar. We hebben hier een verzameling van Staphorster stipwerk. Nou, dat is zwarte zijde en daar is verf op gestipt. Maar wij zeggen gedrukt. Dat is helemaal handwerk. We doen bij ons de huisvrouwen. Elke huisvrouw natuurlijk niet, maar speciale huisvrouwen die maken dat stipwerk of die doen dat stipwerk. Maar wordt het ook voor andere dingen nog gebruikt? De dames die nog kleden dragen, die hebben die mutsjes voor de dag. Ja. Dat stipwerk. Wordt het ook zeg maar voor andere doeleinden gebruikt? Tegenwoordig wel, want ze maken er van alles van. Bijvoorbeeld? Mooie tasjes.
Nou hebben u een hele grote verzameling eigenlijk, hè, mevrouw Faber en mevrouw de Boer. Wat doet u, waarom doet u dat eigenlijk? Omdat we dat zo mooi vinden. Daarom verzamelen we dat. Ja. Hoe groot is die verzameling? Noem eens wat, bijvoorbeeld. Nou, hoeveel krablammen hangen hier? 50? Misschien wel. Ja. En thuis hebben we natuurlijk nog veel meer. Wordt het thuis ook tentoongesteld? Nee hoor. Nee, want ik geloof dat er wel een museum is in Staphorst, hè? Ja, we hebben wel een mooi museum, daar is alles wel uitgesteld. Hmm. Tuurlijk, een prachtig museum. Hmm. Ja, daar moeten mensen ook naartoe, hè? Zeker. Ja. Tot hoe lang duurt de tentoonstelling hier? Ik meen tot 30 april. Ja. Nou, dames, een goede terugreis naar Staphorst gewenst, hè? Ja, dankjewel. De nieuwe banen worden aangelegd. Achter jou is bedrijvigheid bezig. Hoe blij ben je daarmee? Nou, ik ben enorm blij met dit verhaal. Dat dit eindelijk ook is goedgekeurd door de leden. En ja, dit was echt heel hard nodig om het spelen weer mogelijk te maken. Leg eens uit wat er is gebeurd met die oude baan toen die er nog was. Wat waren toen de handicaps? Nou, het grootste probleem was de waterdoorlatenheid. Als we al een klein buitje hadden, dan konden wij daar soms dagelijks en soms wekelijks niet meer op spelen. En dat ging toch ten koste ook van de lessers en van de activiteiten. En ja, de leden werden toch wel wat humeurig dan. Jij bent een gelukkig man omdat je deze zomer weer lekker met je leerlingen aan de slag kunt. Ja, dat kunt u wel zeggen. Liever vandaag als morgen. Ik sta op dit moment in een tennishal te lessen. Maar ja, als ik volgende week naar buiten kan met alles, dan graag. En dan lekker buiten zijn. En ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Gerrit Kroesen is de technische man die alles begeleidt bij de tennisbanen van Luktor. Ja, dat klopt. Gerrit, jouw taak hier, wat houdt die precies in? Nou, mijn taak is om de banen weer te krijgen zoals ze weer goed bespeelbaar zijn. De opbouw, alles wat erop toe zit, tot ze weer spelen kunnen. Wat voor voorwaarden worden er aan een goede tennisbaan gesteld? De voorwaarden aan een goede tennisbaan worden gesteld, daar zijn normen voor van de ISA-KIWA. En daar moeten wij aan voldoen. En dat is een bepaalde laafopbouw van dat die op een totale dikte van 8 centimeter of 10 centimeter komt. De greffel moet een dikte hebben van 2,5 tot 3. En de beleiding moet aan de maten voldoen. Dat zijn allemaal normen die gesteld zijn en daar moet ik zorg voor dragen als dat goed gebeurt. Op 2 april is hier de open dag. Dan moet alles klaar zijn. Sta je dan met een heel tevreden gevoel hier aan de kant van het veld? Ja, zoals het nu loopt ben ik zeer tevreden en trots op wat we hier presteren. Ja, alles is naar wens verlopen en we werken goed samen met de vereniging. En ik vind het
als het zo blijft lopen zoals het nu is, ben ik weer een tevreden mens. Gerrit, de laatste loodjes moeten nog gezet worden voordat het 2 april is. Ik wens jou daar heel veel succes bij. Nou, nu wordt bedankt en dat zal lukken, denk ik. Ik zei al, literaire duizendpoot. Ik mag wel zeggen dat jij uit een talige familie komt. Ja. Je vader schrijft, je moeder, je broer. Had je überhaupt een keus om niet te schrijven? In januari is jouw nieuwste roman uitgekomen, je 6e boek, als ik het goed heb. Ja. 5e roman. Ja. 5e roman, ja. Oké. En dat heet De Laatste Oorlog. Ik kan vertellen, dan gaat dat eigenlijk over, kun je goed doen of niet? Ben je goed of slecht? Wil je? Het gaat over een man die wil bewijzen dat hij een goed mens is. En hoe ontzettend moeilijk dat is in de complexe tijd waarin we nu leven. Waarin je eigenlijk niet meer weet wat goed en fout is. Waarin je niet meer weet of je vluchtelingen moet helpen of niet. Kaplan is een man die bang is dat hij maar één kans heeft gehad op ware liefde. Dus dat er helemaal geen next one is. Eva bleef lachen. Wat deed ze dat toch goed? Ze gaf wangkussen in de lucht, wuifde iedereen toe, gleed door de menigte heen en leidde hem naar een stil hoekje van haar Olympische loft. Om hen heen vrouwen met opzichtige sieraden die hun carrière tot enig kind hadden uitgeroepen. Meneer Trustvol Frank, en wat doet meneer Trustvol Frank? Hij werkt op het ministerie. Geef toe, het is toch interessant, de eerste allochtoon ooit op een van jouw avondjes. Is meneer Trustvol Frank misschien aanwezig omdat hij je nieuwe is? Door make-up ving het licht. Een oorlogswond in vredestijd. 15 jaar geleden opgelopen op oudejaarsdag tijdens het gezamenlijk bereiden van kalkoen. Eens maar nooit weer. Met een vulling van wilde rijst en appel. Wil je weten of ik seks met hem heb? Vroeg ze. Of de seks beter is? Of ik... Hij kreeg op zijn 13e kreeg hij zijn eerste gitaar. En toen hij dat instrument vasthield en daarop ging spelen, toen wist hij het zeker. Wat ik wil worden is professioneel muzikant. Een heel warm applaus voor Jean-Guy Macron. Tied you to her kitchen chair
broke your throne, then she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Een heel groot applaus voor Thijs Kempering. Dankjewel, dankjewel. Ik ben er of zo, maar wat ik nou wel kan merken is, ik word wel steeds vaker herkend op straat. Dat is raar hoor. En niet alleen in Albergen, hè. Ook in Vlering en Vassen en in Heerslo en zo. Ja, en laatst nog, in Aberdeen. Ken je dat? Schotland. Dat vind ik wel leuk om even te zeggen. Dat was namelijk echt zo. We waren met een hele groep vrienden waren we naar Schotland heen om een whisky te gaan drinken. En ik ben ook gek op whisky. En we zouden whisky gaan proeven in het noorden van Schotland. En de eerste avond komen we aan in Aberdeen. En we zijn daar zo in zo'n hotelletje, nou, bij de kroeg daarin en dan echt zo'n Schotse pub, hè, waar gewoon tapijt ligt met een reukmotiefje. Zo'n bar waar je al die flessen whisky ziet, heel groot, veel tapkraan, hè, op de radio. Dan... We voelen helemaal thuis en we staan aan de bar, zo'n grote pint bier. En dan komt er een Scot, die komt naar mij toe lopen en die zegt zo van, Sir, can I ask you a question? En ik zo, ja, of course. En ja, hij zegt, are you a comedian? Ik denk, dat kan niet. Nee, maar ik bedoel, ik ben helemaal in Schotland. Ik kan niet dat hij mij kent of zo. Maar ja, in Schotland zeg je geen cabaretier. Dan zeg je wel comedian. Dus ik denk, hij kan dat niet weten. Ik denk, ah, tjoek, is een van mijn vrienden is dan natuurlijk heen gegaan. Die heeft een keer gewoon gezegd, hier, een biertje. Moet je net doen of hij hem kent, kun je lachen. Maar ik denk, ik speel gewoon mee, want ik ben comedian. Dus ik kom er, hij vraagt, oh, comedian. Ik zeg, yes, I am. En hij zegt, I told you. En hij loopt terug naar de bar, naar zijn kameraden en zegt, I told you it was him. Give me my kratje of bier. Ik ga iets koken vandaag wat niet zo duur is. Want einde van de maand, dan kom je toch altijd een stukje tekort. En als je dan nog iets over hebt, dan kun je ook nog wel een lekkere, goedkope maaltijd maken. Waar gaan we mee beginnen? Een beetje veldsla en botersla. En dat gooien we gewoon een beetje door elkaar heen. We hebben nodig citroenen. En we hebben nodig... tomaten, want die tomaten die doen we er ook doorheen. Hè? Een beetje tomaten door de sla, dat lijkt altijd een beetje leuk. En wat je ook kunt doen, een klein beetje knoflook er doorheen. Dat stampt je fijn en dan gooi je er doorheen. Dat is ook altijd heel erg lekker. Hè, dat geeft iets exotisch aan de normale Hollandse sla, vind ik zelf ook altijd. Dan komt de hoofdmoot, hè? Zeg ik daarbij. De hoofdmoot, dat zijn twee eitjes. Die tik je kapot en dan pak je een paar speklapjes... En die sla je er doorheen. Maar voordat je dat doet, een beetje peper en een beetje zout op de speklapjes. En dan gooi je ze, dan haal je ze even door de eigeel. Eiwit, eigeel, maakt niet uit. Je haalt ze er even doorheen. En dan ga je ze paneren. En daarna bak je ze lekker in de koekenpan. Aardappeltjes. Dat zijn al gekruide aardappeltjes. Die gooi je gewoon in de pan. Een beetje olie erbij. Of een beetje boter. Wat je maar wil. Olie is trouwens wel gezonde. Dat zou ik gewoon doen. En goedkoper, hè? Veel goedkoper. Dus je bakt dit ook erbij. En als je dan een man hebt. Die niet van sla houdt. Want de meeste mannen houden niet van sla. Die van mij die zeggen altijd. Ik ben geen konijn. Nou, dan pak je gewoon een beetje appelmoes erbij. En een beetje mayonaise. Dan is hij ook weer tevreden. Het is wel niet zo gezond. Maar ja, als hij dat wil, dan doet hij dat gewoon. We gaan nu beginnen. Maar, voordat ik begin te koken, altijd even mijn haar in. Of zo. Pourtant, tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre. Sans me dire un seul mot. Et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà
éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi ? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres aujourd'hui. Wat is dit een heerlijke maaltijd. Het smaakt voortreffelijk. Het toetje, dat is een kopje koffie met een appelgebakje. En slagroom met een klein beetje cacao erop. Laten we eens even kijken wat ik daarvan vind. La vie, et même un peu plus. Tu me prends, et même un peu nou, plus. Hoe vond je het? Heerlijk. Ik ben helemaal overrompeld. Fantastisch. En de sla was zo lekker dat ik niet eens meer aan de appelmoes gedacht heb. En de keuken is weer helemaal schoon. Un météorite m'a percé le cœur. Sur la terre, vous avez des docteurs. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken KIW en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.